Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Regenfiber, Shubi Reizen en Kapsalon De Look. Dit is het Excelsior 31 TV Weekjournaal met het kampioenschap van JO13-1. Jorik Brinkman over zijn inzamelingsactie op de Excelsior 31 Familiedag en een interview met Tom Brummelhuis. En het is een bijzondere week voor Peter Wesselink. Donderdag werd de hoofdtrainer van het eerste elftal 50 jaar. Namens Excelsior 31 TV van harte gefeliciteerd. Op ons mediakanaal heeft u kunnen zien dat er afgelopen zaterdag diverse kampioenschappen zijn gevierd, waaronder die van JO15-8 en JO13-1. Dennis Wessels was afgelopen zaterdag ook aanwezig. Hij maakte de volgende reportage van JO13-1. Zaterdag 9 juni staat de jaarlijkse Excelsior 31 Familiedag weer op het programma. Tijdens deze dag wordt er onder andere geld ingezameld voor onderzoek naar hersenkanker. Het is hartstikke belangrijk omdat het eigenlijk een heel onbekend onderwerp is. Het is wel bekend, alleen er is heel weinig onderzoek naar gedaan. Onderzoek wat er is gedaan is met name op het behandelen, eigenlijk het rekken en niet het voorkomen of het genezen. En daarom is het eigenlijk hartstikke belangrijk. Dat er geld komt om meer onderzoek te doen eigenlijk. Ja. Je bent al wel langer bezig om geld op te halen. Welke acties heb je tot nu toe gedaan? We hebben echt van alles al gedaan. We zijn begonnen eigenlijk is het zelfs een soort grap begonnen, zeg maar. Kunnen we een keer geld doneren of waar moeten we geld doneren? En ik heb toen eigenlijk in het weekend een link aangemaakt via ik heb eigenlijk de eerste beste hit op Google genomen en daar kwam een doneerlink uit. Nou, en daar zijn we eigenlijk mee begonnen en toen liep het eigenlijk al heel snel en van het een kwam het ander en van een doneerlink ging het over in een vakje bij de assemblagebonnen bij de Jumbo bijvoorbeeld.
We hebben potjes op het werk staan, krasboekjes hebben we inmiddels via een bepaalde website aan laten maken, waardoor mensen kunnen doneren en tegelijkertijd bonnen terugkrijgen als het ware. Ik heb mensen, bedrijven benaderd, heel veel bedrijven benaderd, ook heel veel reacties van terug. Gewoon mensen in het algemeen, kennissen, kringen, werk door het hele land heen, Facebookpagina's, noem maar op, echt van alles. Ja. Nou, binnenkort is dus de familiedag hier weer bij Excelsior. Hoe ga je proberen om op de familiedag geld in te zamelen? Nou, we staan met een standje op de familiedag. In principe zijn we van plan, we hebben dus ook weer bijvoorbeeld die krasboekjes mee. De mensen kunnen wat doneren, maar we houden ook een soort verloting. Mensen kunnen een loodje kopen voor een bepaald bedrag. We hebben artikelen gesponsord door onder andere bijvoorbeeld Intertoys, we hebben bonnen van Bonfini. Noem maar op, voetbalartikelen hebben we, al dat soort dingen. En ik ben nog bezig met iets van, het ligt eigenlijk een beetje weersafhankelijk. Want we hebben of een oliebol verkopen of een ijs verkopen. Zoals het er nu uitziet wordt dat ijs, want het wordt vrij warm die dag volgens mij. Ja, dat is eigenlijk een beetje hoe dat gaat gebeuren. Ja. Waarom is het zo belangrijk dat Excelsior 31 leden, of voor Excelsior 31 leden, om jou te ondersteunen? Ja, op zich zeg je het wel mooi. Het is niet specifiek natuurlijk Excelsior 31, maar ik ben wel, ja, ik ben al zo lang als ik loop eigenlijk zo'n beetje lid van Excelsior. En ik voetbal hier ook al mijn hele leven, ik voetbal hier nog steeds. Ik ben eigenlijk altijd wel betrokken geweest bij de club. Vroeger zat ik als kleine jongen hier op de tribune met de trommels, zaten we te schreeuwen. Ik heb gezien hoe ze gepromoveerden twee keer. Kijk, niet alleen maar gericht op Excelsior, want er zijn veel meer mensen buiten Excelsior. Maar gewoon dat mensen iets voor je willen doen, zeg maar. Niet alleen maar doneren, maar ook echt daadwerkelijk tijd en energie in je steken. En in jouw doel, zeg maar. En ja, dat is gewoon heel bijzonder. Dus dat is eigenlijk, je krijgt er heel veel energie van terug, zeg maar. Dus het is niet alleen maar het geld wat mensen in je steken. Maar met name ook, ja, het staat misschien wel een beetje symbool voor samen sterk. En dat is wel waar het om draait, denk ik, in zo'n situatie. Staan er nog meer acties op het programma de komende tijd? Ja, we staan al 9 juni staan we hier met een standje. 16 juni is de Pauw Triathlon. Daar staan we ook nog met een standje. We zijn bezig met een online veiling. Met een veiling. Of dat die online of ter plekke ergens plaatsvindt, dat weten we nog niet zeker. Alleen, we hebben echt al echt fantastische artikelen. Zelfs iets tot het Nederlands elftal toe, zeg maar. Dus er komen echt hele mooie dingen aan. Dus dat gaat nog gebeuren. Er wordt nog een dag georganiseerd door Nick Wessels. Dat wordt waarschijnlijk een of andere grote bootcamp-dag, waarbij er eigenlijk centraal ons doel staat, zeg maar. Dus er staat echt van alles nog gepland. En ja, het duurt nog lang tot september, dus misschien komt er nog wel van alles bij. Ja. Hoeveel mensen heb je om je heen die jou... jullie hierbij ondersteunen om dit allemaal te realiseren? Want het is een hele grote happening, organisatie. Ja. Ja, je valt van het een in het ander. Ik denk, we zijn dus eigenlijk, zeg maar, gewoon zelf begonnen. En een beetje gekletst met familie en vrienden. Nou, we willen eigenlijk wel dit doen. Hoe vinden jullie dat? Of wat zouden jullie doen? En ja, als je dan bijvoorbeeld hier op de club mensen hebt, dat je hier op een dag zoals 9 juni gaat staan. En er zijn dan mensen die niet alleen maar ja zeggen, maar ook meedenken. Ja, dat zijn de mensen die eigenlijk met dit soort dingen nodig hebben. Want die gaan zeggen van ja, je kunt ook nog wel die en die benaderen. Of die en die heeft, die kan dat nog wel voor je betekenen, weet je wel. Ja, en zo blijft het eigenlijk, zeg maar, verspreiden. Dus ik heb echt werkelijk geen idee hoeveel mensen er nu inmiddels bij betrokken zijn, maar... echt, ik denk al zoveel. Online is het bericht ook zo vaak gedeeld. Zoveel verschillende mensen die gedoneerd hebben. Zoveel verschillende mensen, bedrijven die meewerken aan sponsoren, doneren. En ja, noem maar op. Heel veel. Echt ontelbaar, denk ik. Wat is het streefbedrag wat je uiteindelijk wilt gaan ophalen? Ja, weet je, toen ik die link aanmaakte, eigenlijk moest ik €750 meenemen. Want ik ga dus uiteindelijk ga ik de Van Toe fietsen op 7 september. Dat is eigenlijk, zeg maar, waar het allemaal begon. En om dat te fietsen, mogen fietsen, moet ik €750 meenemen. Nou, ik zat met 43 minuten of zo zat ik al op 1000. En diezelfde avond ook nog op 2. En die volgende morgen op 3. En nou, ga maar door. Inmiddels staan we op 5500 volgens mij. En
De teller loopt nog steeds. Misschien wel iets minder traag dan in het begin, maar nog steeds goed. En ja, ik denk niet meer dat geld zeg maar het doel is. Want ik denk dat het doel nu eigenlijk wat een beetje begint te overheersen, is dat er zoveel mensen zeg maar meedoen en zoveel mensen dus iets in jouw doel willen steken en ook echt daadwerkelijk wat voor je gaan doen. En dat werkt misschien op langere termijn nog wel veel meer vruchten af. Maar ja, ik heb het doel nu op 10.000 staan, maar ja, als ik dat 10.000 haal, dan stel ik hem gewoon weer bij. Ja, ik heb geen idee, ik zie wel waar het eindigt. Alles wat ik meeneem, dan neem ik mee. Ja. Nou, we gaan er gewoon vanuit dat je ver over die 10.000 komt. Hoe kunnen mensen nou doneren? Er zijn verschillende manieren om te doneren. Eén is doneerdoel.nl. Dat is eigenlijk de site waarop je kunt doneren. Daar staat heel groot direct op de homepage het doneerdoel van 2-3. Dat is ons doel. Als je die aanklikt kun je via de knop doneer nu direct doneren. Er staan potjes in echt bijna elke winkel in Rijssen. Op de praktijk bij ons op de fysiotherapie Koninginnenweg staat een potje. Het maakt me niet uit hoe je het doet. Ook al bellen mensen me, doen ze me een berichtje, mailtje of wat dan ook. Alle manieren zijn goed. Als je maar doneert, prima. Ja. Wij wensen jou heel veel succes met deze fantastische actie. En we duimen dat je zoveel mogelijk geld ophaalt. En heel veel succes de komende tijd met alles. Ja, super, dankjewel. Het eerste elftal speelt aanstaande zaterdag de laatste wedstrijd van de competitie. Op de toekomst zijn de amateurs van Ajax de tegenstander. Ja, Tom, voordat we beginnen met de voorbeschouwing Ajax Excelsior 31, wil ik het eerst even over jou persoonlijk hebben. Halverwege de competitie kreeg je te horen van je contract wordt niet verlengd. Wel een grote teleurstelling voor je, maar je hebt het tweede seizoen zelf heel goed opgepakt. Ja, nou, dankjewel. Ik ben blij om dat te horen. Ik heb het gewoon zo goed mogelijk geprobeerd te doen, zoals ik al eerder aangegeven heb. En dat het uiteindelijk Kwik 20 uit is gekomen, daar ben ik gewoon heel erg blij mee. Dus ik wil gewoon dit seizoen zo goed mogelijk afsluiten. En ik denk dat we dat ook afgelopen zaterdag bij de laatste thuiswedstrijd na de tijd is het ook op een goede manier gebeurd. En sportief gezien wil ik het in de na-competitie natuurlijk nog wel even flink er tegenaan, om het zo te zeggen. Ja, dat snap ik. Kwik 20 had je het over, dat is jouw volgende club. Is ook de vraag of ze derde divisie spelen, maar zoals het er nu naar uitziet, ja, kan alle kanten nog op. Hoe ben je benaderd? Of heb je iemand die hun benaderd? Hoe is dat gegaan? Nou, ik ben voor een 2-3 weken geleden, denk ik, in de periode na Ginnemuiden, dan hoorde ik al wat geluiden. En vervolgens ben ik door de trainer van Kwik 20 gebeld of ik interesse had in een gesprek. En dat heb ik vervolgens gedaan. Dat is een leuke club, of niet? Ja, het is een leuke club. Ik ken het natuurlijk nog van toen ik bij HC speelde. Nee, het is natuurlijk de grote concurrent van HC. En ik denk wel dat het een club is die zeker nog op niveau speelt. Of ze nou hoofdklasse of derde divisie spelen. Dus ik heb daar wel zin om daar ook weer een mooie avontuur, om het zo maar te noemen, aan te gaan. Ja, de doelstelling was top 5. Dat gaan jullie niet halen. Maar een andere doelstelling is de na-competitie halen. Dat hebben jullie wel gehaald. En misschien kan je daar verrassend in presteren. Ja, nou, ik denk dat je voor de afgelopen wedstrijd 6e stond. Hè, en dat je eigenlijk prima nog op koers lag. Hè, door die wedstrijd thuis tegen Stappers moet je winnen. Nou, iedereen is de zaterdag denk ik natuurlijk wel gezien wat voor een debakel het uiteindelijk werd. Ja, als je met 4-1 voor staat en uiteindelijk met 4-5 je thuis verliest. Ja, dat mag je allemaal nooit niet gebeuren. Maar het overkomt ons. Standaard situaties ook, hè? Ja, nou, af en toe standaard situaties, ook dat. Hè? Maar het overkomt ons wel weer. En dan heb je iets een zuur gevoel. Het begint deze week. Maar we gaan wel weer nu de competitie, of de laatste wedstrijd in. Met het idee van dat we het gewoon zo goed mogelijk moeten afsluiten in de na-competitie. Ja, en dat dan de doelstelling van vijfde plaats net niet behaald is, is wel zuur. Hè? Maar ik denk ook wel, als ik achteraf terugkijk, dat we misschien ook wel met een beetje meer geluk wel wat meer punten hadden kunnen hebben in de tweede seizoen zelf. Maar ja, je mag ook zeggen dat je in het eerste seizoen zelf niet te klagen hebt gehad. Dus je staat uiteindelijk waar je hoort. En wat dat betreft moet je het op deze manier doen. Zaterdag tegen Ajax. Ajax heeft afgelopen zaterdag een periode gepakt. Dus jullie gaan allebei de na-competitie in. Wat weet je nog van die wedstrijd tegen Ajax thuis? Nou, ik weet nog dat Ajax de beste ploeg is die ik hier dit jaar in de hoofdklasse heb gezien. Ik vind hem voetballend verreweg de beste partij. Ze proberen onder druk op te bouwen. Ze weten makkelijk de vrije man te vinden. Ik vond dat ze een ontzettend goede nummer 10 hadden. Die
perfect in de ruimte wist te spelen en ook een aantal keer heel gevaarlijk werd. We zijn hier thuis toen door Ajax echt wel is ons het water wel even aan de lippen gezet. Dus ik vind het een uitstekende ploeg. Maar ja, ik weet ook, toen wij zelf de periode wonnen, de wedstrijd daarna, toen was de scherpte ook totaal even weg. Wij speelden toen, dacht ik, tegen een CSV. En daar hebben we een dramatische pot gespeeld. Dus laten we er op hopen dat zij ook het idee hebben van zondag van... dat er niet al te veel meer druk meer op staat. Maar voor onszelf is het natuurlijk wel hoofdzaak om een goed resultaat neer te zetten. Ja, want je ziet het ook in de Eredivisie wel gebeuren. Ja, in die na-competitie is alles mogelijk. Dus je moet er alles aan proberen te doen. Een wedstrijd op zich, hè? Ja, je moet er alles aan proberen te doen om zo scherp mogelijk te blijven. Allebei een periode gepakt, zeiden we net. Zegt dat wat voor zaterdag? Ga je voorzichtig spelen dat je geen kaarten pakt? Oppassen voor blessures, mensen sparen? Gebeurt dat, denk je? Ik heb geen idee wat de trainer daarvoor in petto heeft. Ik vind zelf altijd, je moet gewoon doorgaan met de lijn waar je mee bezig bent. Hè. Kijk, en als er op bepaalde plaatsen wat andere jongens zal opleveren, dan is dat zo. Hè. Maar de na-competitie is toch iets op zich. En dan moet je eigenlijk maar zien hoe dat gaat en hoe de invulling is. Je moet proberen zo goed mogelijk resultaat te halen, puur voor het gevoel. Hè? Ja, en dan zo goed mogelijk opladen naar de wedstrijd in de na-competitie. Ja, derde klasse is ook, of derde divisie is ook nog spannend. Want Sneek kan nog 15e worden en Capelle staat nu 15e. Dus die rollen kunnen omgedraaid worden. Ja. Ken je die tegenstanders? Nou, ik heb wel eens Capelle en Noorn en Sneek zijn natuurlijk wel aardige namen in de divisie. Die al een aantal jaren ook al in de topklasse hebben gespeeld. Dus dat zijn wel ploegen met een aantal gelotende namen erin. En ook wat jongens die... die denk ik wel al enig jaar op dit niveau spelen. Dus die zullen zich niet heel makkelijk gewonnen geven. Maar ik zag vanmiddag dat in de Tubantia dat Twente zich heeft teruggetrokken. Dus dat er een extra plaats beschikbaar komt. Ja, en wie weet, als jij die eerste ronde door weet te komen tegen een derde divisionist. Dat je mogelijkheid hebt om misschien nog een tweede kans te krijgen om in die derde divisie te komen. Maar ja, daarbij moet je wel die eerste tegenstander verslaan. En zoals ik net zei, dat gaat heel ver van makkelijk worden. Omdat het gewoon ploegen zijn die jarenlang op dat niveau spelen. En dus weten wat er gevraagd wordt. En dat zal voor ons niet makkelijk zijn. Ja, maar je begon er net ook al dat je zei van... Ja, je hebt het in de Eredivisie gezien. Ja, Sparta en Roda liggen er ook uit. Dus er kan eigenlijk van alles gebeuren. Ja, er kan eigenlijk van alles gebeuren. En daar ben ik ook van mening toe. Kijk, wij speelden ook tegen Kwik 20 die kansloos onderin staat in de winterstad. Misschien is dat dan wel een oefenwedstrijd. Maar dan verlies je daar zo even van met 3-0. Terwijl wij in een lekkere flow zaten. Je moet zorgen dat je de kopjes allemaal dezelfde kant op hebt staan. Dat je bereid bent om er ontzettend hard voor te knokken. He, en dat je bereid bent om je eigen spel te spelen. He, en dan ook een klein beetje het geluk erbij. He, en dan zorgen dat, of hopen dat het een beetje jouw kant opvalt. En dan kunnen een hele mooie dingen gebeuren. Sorry. Ja, maar Capelle is een hele degelijke ploeg, dat weten wij nog. We hebben ze een paar keer tegen ons zien voetballen. Sneek was op zich ook wel een degelijke ploeg, maar die hebben heel veel tegendoelpunten, met de 87. Dus persoonlijk heb ik wel een mening tegen wie we moeten spelen. Ja, nou, het zegt mij echt helemaal niks. Kijk, wij hadden de eerste competitie, de eerste 12 wedstrijden, heel weinig tegendoelpunten. Maar we hebben ook wedstrijden gehad in de tweede seizoen zelf, afgelopen zaterdag inclusief, waar zelfs repen appeltjes vallen. Het is zo afhankelijk van het moment en van de manier waarop jij zo'n wedstrijd benadert. En dan telt dat eigenlijk haast niet meer in mijn optiek. Een samenvatting van Ajax tegen Excelsior 31 is in de loop van het weekend weer bij ons te zien. Dit weekjournaal zit erop. Bedankt voor het kijken en heel graag tot zaterdag. Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Regge Fiber, Shubi Reizen en Kapsalon De Look.